Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video in de verhuisserie. Verhuis, verbouw, klusserie. Ik heb nog steeds geen naam, die gaat er denk ik ook niet komen. Maar leuk dat je in ieder geval kijkt. Ik weet niet zo goed wat er deze week allemaal gaat gebeuren, maar dat ga je zien in deze video. Deze meid gaat ook verhuizen, maar dat snapt ze niet zo goed. Ik heb het al een paar keer verteld tegen haar. Maar ze wil niet luisteren. Nee, hè? Nee, je wil niet luisteren. Oh, er zit lippenstift op de hoofd. Kijk nou. Oh, heb ik afgegeven. Dat vind je niet leuk, hè? Dat vind je niet leuk. Nou, er zit een lippenstift op de hoofd. Oepsie. Nou, ik heb wel een beetje leuk nieuws. Denk ik. Of nou, leuk. Ja, weet ik niet. Ik heb nieuws. Ik weet nog niet of het leuk nieuws is. Wij hebben, zoals je misschien weet, een financieel adviseur in ons midden die ons helpt met de financiering van ons huis. Dus die helpt ons met een hypotheek zoeken en zo. En die heeft contact gehad met de bank waar wij een renteaanbod hadden gekregen. En de bank had laten weten, wij wachten inmiddels 3 weken. En de bank heeft nu laten weten dat ze voor het weekend, het is vandaag vrijdag, feedback gaan geven. Dus we gaan vandaag horen of we een huis kunnen kopen of niet. Dus ik ben enorm zenuwachtig eigenlijk. Ik weet ook niet zo goed hoe ik vandaag ga functioneren. Maar in ieder geval gaan we vandaag meer horen dan dat we de afgelopen 3 weken gehoord hebben. En oh my god, I cannot wait. Nagini, I cannot wait. We zitten hier bij de camera rond te dawelen. Dus ik ga mijn camera wegdoen, want verder ga ik niet echt iets doen voor het nieuwe huis. En ik denk dat jullie in de volgende clip het wel zien of we die financiering rondkrijgen of niet. Dat is dus een beetje, ja, spannend. Ik merk ook dat mijn hoofd een beetje warrig is vandaag. Maar goed, we zien het straks. Heb jij een mooie rood op je hoofd, Nagini? Oh, mag ik daar niet naar kijken? Ziet zitten. Heb jij een mooi rood op je hoofd, Nagini? Mooi lippenstift op je koppie. Ziet er niet uit, joh. Hallo, hallo. Het is inmiddels wat uurtjes later. Het is 4:30. En we hebben bericht van ons financieel adviseur. Dossier is compleet en wordt beoordeeld. Ik verwacht wel dat het maandag wordt als ik de drukte daar bekijk. Bij goed nieuws koppel ik direct terug en spreken we elkaar snel. Dus vandaag krijgen we geen nieuws, maar het is wel compleet het dossier. Dat wisten we, dat was gisteren ook al. Maar het is een beetje druk, dus maandag. Dus we zitten toch nog een weekendje in spanning. Ja, is niet erg. Het is niet anders. Het is niet dat we er iets aan kunnen veranderen. Dus voor nu kan ik weer iets minder zenuwachtig ademhalen of zo. Nou ja, ik spreek jullie maandag. Ik heb stiekem iets leuks gedaan. We waren gisteren keukenwezen uitzoeken. Toen hebben we wel, we hebben dus geen keuken uitgezocht echt, maar die wordt getekend. Maar er staat wel, het is wel een inspiratiekeuken die op onze keuken lijkt. Dus die heb ik even opgezocht online. En heb ik de vloer bij geëdit. Niet helemaal smooth. Maar dat we een beetje kunnen zien hoe de vloer bij de keuken staat. En dat ga ik jullie nu laten zien. Hier, hallo. In de paint heb ik de muur. Die was roze. En ik dacht, nou dat ga ik niet aan Nikki laten zien. Een roze muur. Dus ik heb de muur hierachter eventjes weer wit gemaakt. In paint. Dus dit is de vloer die wij hebben gekozen. Die we eigenlijk in visgraat willen hebben. En dan hebben we dus een zwarte keuken erbij. En het blad, daar zijn we niet helemaal over uit. Deze vorm van de keuken is ook niet hoe die gaat worden. Maar dan even qua beeldvorming, qua kleuren of het bij elkaar kan. Ik weet niet, misschien is een witte keuken toch mooier bij zo'n donkere vloer. Alleen wij wilden allebei geen witte keuken. Dus nu hebben we een klein probleempje. Ik ga even vragen wat Nikki ervan vindt. Die is niet thuis, maar ik heb deze foto naar hem gestuurd. Kijken wat hij zegt ervan. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel mooi. Maar ik weet niet of ik overtuigd ben. Dat gaan we nog zien vandaag. Of nou ja, dat gaan we zien uiteindelijk in het eindresultaat. Ik vind het allemaal apart van elkaar wel mooi, maar
twijfel nog of het allemaal bij elkaar mooi is. Hebben jullie stiekem toch een sneak peek van de keuken gezien, hè? Jee. Nee, en ik ook. Want ik heb echt geen idee. Dat vind ik wel een beetje eng. Maar goed, het is nu weekend. Ik had eigenlijk mojito's in huis gehaald. Of een pakket om mojito's te maken. Om te vieren dat we de financiering rondkregen. Maar goed, dat weten we dus nu nog niet. Tot maandag niet. Dus ik ga die mojito's maar wel gewoon maken. Hè? Er zit niks anders op. Goedemiddag. Het is woensdag 24 juni. En we hebben nog steeds niks gehoord van de financiering. Ik kan echt er niet meer tegen. Dat kon ik 2 weken geleden al niet meer. Het is gewoon heel erg druk bij de banken op het moment met hypotheekaanvragen. En daarom duurt het zo lang. Ik wou dat we gewoon vaste contracten hadden allebei, Nicky en ik. Dan was het niet zo spannend geweest als nu. Want nu kan het gewoon allemaal nog niet doorgaan. Dat maakt het enorm spannend en stressvol, moet ik eerlijk bekennen. Hopelijk horen we vandaag iets, maar het kan ook volgende week pas worden. Ik log de hele tijd in op die app waarin we alles aan moeten leveren. En dan kun je ook zien of het akkoord is door de bank. En er is echt al 3 weken geen verandering ingekomen. De laatste akkoord is gegeven op 3 juni. Verder geen reactie nog. Dus hopelijk deze week meer. Maar nu, vandaag, gaan Nicky en ik... We hebben een keuken laten tekenen bij Superkeukens. Heel erg tof. En we hebben gisteren de 3D-tekeningen ontvangen daarvan. En die ga ik denk ik wel even laten zien. Maar we gaan dus zo ook naar de keukenboer toe om het een en ander te bespreken daarvoor. Dus ik ben heel benieuwd en ik hoop dat ik jullie daarvan iets kan laten zien in deze vlog. Dus ik spreek jullie later. Daar gaan we weer. Bij de keukenboer is de 3e keer dat ik hier zit. Maar vandaag gaan we hopelijk wat echt inplannen. Maar blij dat je dat namelijk ook hebt. Ja. Dan is het gewoon makkelijker te testen. Weet je? Ja, precies. Ja. Dat kan, zeg maar. Dus maar dan bedoel ik meer van, dan moet die zo strak 3 centimeter tussen de muur en dan moet het blad, maar dat kan natuurlijk niet. En goedemorgen, het is even een andere dag dan dat we naar de keukenboer zijn geweest. We hebben een keuken uitgezocht en dat is heel positief uiteraard. Even kijken, zit het goede? Ja. En ik had beloofd om nog wat van de keuken te laten zien. Dus we hadden een keuken uitgezocht. En ik ga niet de uiteindelijke keuken laten zien in deze vlog. Want dat vind ik wel leuk als jullie dat pas zien in de vlog. Dat de keuken gezet wordt. Dat is wel waarschijnlijk pas in september. Als alles doorgaat, want we hebben nog steeds niks gehoord van de financiering. Maar september wordt de keuken geplaatst, halverwege september. Dus tot die tijd moet je echt nog even wachten op deze fantastische vlog over de keuken. Maar ik heb wel 2 voorbeelden van wat het niet is geworden. Maar wel een beetje dat je onze smaak snapt. We hebben natuurlijk een donkere viskraatvloer. Die staat ook onder voorbehoud inmiddels vast. Die komen ze 6 augustus plaatsen. Die hebben ze even in deze tekening opgenomen. Dus hier zit een donkere viskraat voor, zodat we een beetje kunnen zien hoe het erbij kleurt. Dit is overigens geen viskraat, wat hier op mij dat maakt. Klein detail. Zoals je ziet hierachter laag een aanrecht met een donker blad. En hier lange kasten ingebouwd met een overcombi, overmagnetron met houtstructuurkasten. Dit is een beetje van hoe het eruit gaat zien. Dus ik denk dat dit wel gaat blijven, die inbouwkasten. Alleen ik vind hout op hout, wat niet hetzelfde is. En ja, het zou echt compleet anders moeten zijn. Dat is het wel, maar nee, het trekt mij niet. Dus deze worden ook zwart. En het blad vond ik vond het echt wel een zwart gat waar je nu in kijkt. Dus we hebben besloten om er een lichter blad op te doen. Ja, dat ga ik dus uiteraard niet laten zien, maar de vervolgtekeningen, daar zit het al wel op. En dan kun je het heel zien en daar word ik echt super vrolijk van. Hier hebben we ook nog eentje waarbij je geen overcombo ziet. Het is gewoon lange kasten. Ik vind het wel mooi dat dit anders is dan dat, maar ik vind het ook
niet mooi. Dus ik vind het mooi en niet mooi. En ik weet dus niet of ik het in het echt mooi ga vinden. Dus ik wil het risico niet nemen. Dus we hebben gewoon gekozen om alle kasten in dezelfde kleur te hebben. In het zwart. En dat is dan ook een soort mat zwart. Speciaal gemaakt voor mensen met vette vingers. Dat je niet overal vingers ziet. Nu hebben wij niet super vieze vingers. Maar je weet nooit wie er in je keuken komt die je dat wel heeft. En dan voelen ze zich niet meteen vet lullig dat ze de hele keuken onder vingerafdrukken zetten. Ik stiekem zou ik het wel willen laten zien. En jullie hebben een hele kleine sneak peek gezien van hoe het gaat worden. Ook met een koelkastje met ijsblokjes. Dat is echt wel een wens. Maar is natuurlijk wel een beetje prijzig. Dus daar zitten we nog een beetje te overwegen van gaan we daarvoor of niet. Maar goed, dat is hoever de keuken. Ja, we hebben eigenlijk de keuken nu helemaal ontworpen. Het is nu wachten op de financiering tot ze ja zeggen. Zodat wij gewoon de keuken af kunnen spreken. En dan kunnen we ook echt een datum prikken dat de keuken geplaatst gaat worden. En dat is wel echt superleuk. Dus eigenlijk alles wat we wilden doen qua dat we moesten regelen, behalve de stukken door, hebben we eigenlijk alles geregeld. Dus de vloerverwarming wordt geplaatst, de vloer wordt geplaatst. De keuken is uitgezocht. Ik zou zo graag in deze vlog nog willen toevoegen dat we de financiering rond hebben. Maar helaas, we moeten nog een week wachten. En het nadeel daarvan is dat het dadelijk 1 juli wordt. En 1 juli betekent een maand. Wij willen 1 augustus in de woning gaan. En je moet wat dingen regelen een maand opzegtermijn, weet je wel. Dus daar gaat wel wat dubbele kosten komen, omdat we dan te laat zijn met een maand opzegtermijn. Dus hoop heel erg dat we voor woensdag horen of we de financiering rond hebben. Maar goed, ik durf eigenlijk niks meer te hopen, want iedere keer zeg ik ja, vandaag zullen we het al horen of volgende week zullen we het al horen. En iedere keer is het niet zo, dus ik ga gewoon geen uitspraken meer doen erover. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik vond het erg leuk weer om deze video te mogen maken. Ik hoop dat jullie nog steeds lekker meegaan in deze vibe voor de verhuizing. Het is vrij stressvol tot nu toe. En ik hoop dat als we goed nieuws hebben, dat het dan ook al die stress een beetje minder wordt. Verder plaats ik iedere dag om 11 uur een video van The Last of Us. Ik doe een Last of Us playthrough op Twitch. En die knip ik in stukjes van een uur tot anderhalf. En die plaats ik op YouTube zonder dat ik daar iets aan edit. Dus die komen gewoon rechtstreeks van mijn Twitch naar mijn YouTube kanaal. En dat lijkt mij wel een leuk ding om te doen. Ook omdat met het vooruitzicht dat die verhuizing eraan komt. En dat ik misschien wat minder tijd heb voor Twitch. Dan kunnen jullie allemaal gewoon wel gameplay blijven zien. Dus dan niet live. Het is wel live geweest. Het oude live. Vreemd. Maar in ieder geval, dan is er in ieder geval wel iedere dag om 11 uur een nieuwe video. Van een uur, minstens een uur. Dus ja, super chill. Want dan hoef je dus niet iedere dag zonder mij als ik druk aan het verbouwen ben. Uiteraard gaan de vlogs gewoon door, verwacht ik. Daar zie ik geen beren op de weg. Dus dat wou ik nog eventjes kwijt. Dank jullie wel voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe verhuis. Video met hopelijk goed nieuws. Doei, bedankt voor het kijken.